Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. On the basis of available evidence, the scientific criteria for an influenza pandemic have been met. Het is een jaar geleden dat alle kinderen tussen een half en vier jaar oud 2 prikken kregen tegen de Mexicaanse griep. Maar de definitie van de WHO, op basis waarvan Nederland 34 miljoen vaccins kocht, was een maand eerder, in mei 2009, nog veranderd. De voorwaarde dat er een aanzienlijk aantal doden moest vallen, was geschrapt. Als die definitie niet was veranderd van de pandemie van de Wereldgezondheidsorganisatie, was de Mexicaanse griep nooit een pandemie geweest. Vraag is natuurlijk waarom de WHO de definitie heeft aangepast. En zolang de WHO zijn definitie niet aanpast, kan dat zomaar weer gebeuren. Straks wordt de pandemie afgekondigd van elke simpele verkoudheid die over de wereld gaat. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het moet een serieuze definitie blijven. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear. Straks wordt de pandemie afgekondigd van elke simpele verkoudheid die over de wereld gaat. En zolang de WHO zijn definitie niet aanpast, kan dat zomaar weer gebeuren. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. En de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Dan ben je een stel aasgroots. Zeg het gewoon. Honderden mensen gingen vandaag de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Wat misgaat afgelopen zondag is dat natuurlijk een aantal doorgesnoven hooligans daar misbruik van maakten. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Mijn kleine 20 jaar nu ondernemer gaat weer een onzekere tijd tegemoet. Het doet pijn als je je zaak zo ziet. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Als je ziet waar we vandaan gekomen zijn, wat we bereikt hebben. Ja, het doet gewoon echt pijn aan Mark. Dit wil niemand. Wat is volgens de minister-president het mortaliteitscijfer van corona? Het is laag op zichzelf, gelukkig. Ik vroeg wat het mortaliteitscijfer is. Het is 0,2 en een griepvirus ligt bij 0,16. In die orde van grootte, daar hebben we het over. Op middelbare scholen wordt dit voortaan het nieuwe normaal. Vanaf 1 juni is mondkapje verplicht. Kundigen zeggen ons dat voegt niets toe. Toch worden de niet-medische mondkapjes verplicht gesteld. Zelfgefabriceerde mondkapjes of alles wat daarop blijft voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken. Niet goed praten. Anderhalve meter afstand houden is niet normaal. Het is niet uit te leggen. Wel naar een prostituee, maar niet je eigen ouders omhelzen. Niet normaal maken wat niet normaal is. En onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Wie nou nog boer is in de 21ste eeuw in Nederland, die heeft lef. Hij wordt van alle kanten bedreigd. Er gaat grote verandering komen. We moeten in dit land zorgen aan iedereen. Ja, mevrouw Schouten. Het stikstofprobleem. Kan dat geld niet beter worden besteed in die stilgevallen economie? Toch zegt de boer, hier. We zijn er klaar mee, minister Schouten. Heeft u er een puinhoop van gemaakt? Ik ben boer. En daar ben ik trots op. Wij
Wij willen graag de boodschap brengen dat we de hele boel teruggedraaid willen zien. Dat de regels weg kunnen en dat we gewoon in vrijheid willen leven. Het is gewoon belachelijk hier. Het is disproportioneel. We zijn op het verkeerde been gezet. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Geef ons onze vrijheid terug. En wat die Westen zegt, klootzakken van